Hey iedereen, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Vraag het Internet Miljonair, episode 8. Ik ben erbij gekomen, ik hoop dat je genoten hebt van mijn kikkerpak, wat ik gestuurd heb via de e-mail. En ik hoop ook dat je het laatste artikel leuk vond over de skatefietsen. En zo zie je maar weer dat je gewoon altijd je ogen moet openhouden en altijd moet gaan kijken naar allerlei leuke dingen die je tegenkomt en waar je eventueel iets mee kunt doen online. Het gaat dus niet alleen om niche sites opzetten, om kwalitatief lage sites waar je dan eventueel een paar eurotjes per dag mee kan verdienen, maar het gaat ook om het grotere geheel. De niche sites zijn heel erg goed om je te leren over hoe online marketing werkt en om je eerste stapjes te zetten, zeg maar je babystapjes. Maar ik wil je er wel op wijzen dat je daar niet de oorlog mee gaat winnen met het opzetten van niche sites. Je kunt beter toch je ogen open houden en naar iets groots willen gaan, zeg maar. Dus iets groots aanpakken, iets nieuws, iets innovatiefs. Iets waar je echt heel je ziel en zaligheid in zet. Behalve dan, dan weet ik veel, 10 tussen aanhalingstekens flutsaitjes opzetten, waar je dan 1 of 2 euro mee verdient. Maar het kan ook een strategie zijn en ik zie dat er een aantal jongens op Internet Miljonair Forum daar best wel heel erg leuk mee bezig zijn. En ik raad je ook zeker aan om met de niche site-wedstrijd mee te doen. Vooral als je nog niet echt bekend bent in de internet marketingwereld, is dat gewoon echt een hele goede leerschool. En daarnaast is het natuurlijk nog gratis ook, dus wat wil je eigenlijk nog meer? Dat even tezijde. Vraag het Internet Miljonair episode 8. Had eigenlijk al 2 weken geleden opgenomen moeten worden. Heb ik toen een beetje verslonst. Als ik het zo maar mag zeggen. Omdat ik gewoon heel erg snel naar Gallos moest. En ik moest mijn snowboards nog ophalen. Ik moest nog wat business dingetjes doen. Ik moest nog mijn tas inpakken en weet ik het allemaal. Dus ik had eigenlijk gewoon geen tijd om die Vraag het Internet Miljonair op te nemen. Sorry daarvoor. In Gallos kwam het er ook niet echt van. Was ik elke avond ook gewoon zo moe eigenlijk. Doordat ik gewoon echt heel erg veel gesnowboard heb. Omdat er hele goede sneeuw lag. Dat ik gewoon geen puff meer had om zo'n Vraag het Internet Miljonair op te nemen. En toen ik terugkwam, viel ik eigenlijk direct met mijn neus in de boter met betrekking tot de carnaval natuurlijk. Want ik woon hier echt midden in het centrum van Breda, dus ik kan er ook helemaal niet omheen. Dus na 3 dagen mezelf verkleed te hebben als kikker, zijn we nu eigenlijk weer back to normal life hier in Breda. Er is hier buiten een hele hoop gaande, ze zijn hier heel de straat aan het opruimen en weet ik het allemaal. En tot volgend jaar maar weer, zou ik zeggen. Vraag het Internet Miljonair, episode 8 dus. Een hele hoop introductie, maar we gaan nu toch over tot de vragen die gesteld zijn 2 weken geleden op 10 februari. Even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragen. Ik zal kijken hoeveel ik er kan doen. Ja, ik begin gewoon met de bovenste en de bovenste is van André. André Gusseklo. Hoi André, ik hoop dat het goed met je gaat in Gran Canaria. Ik ken André zelf persoonlijk, want ik heb hem een aantal keer ontmoet in Gran Canaria toen ik daar woonde. Dus André is van werkenvanuithetbuitenland.nl, echt een leuke weblog. Dus ik zou er zeker een keer een kijkje gaan nemen. Hij vraagt mij, misschien kun je het eens hebben over mensen voor een product laten betalen, zonder dat je het op de markt hebt gebracht om te testen of dat er interesse is. Ik zie eigenlijk maar 1 mogelijkheid om dit te doen. En dat is om het gewoon te lanceren aan je e-maillijst, zonder dat je daar dan de buitenwereld van op de hoogte brengt. En wat ik dan zou doen, is ik zou een website opzetten waarin je uitlegt wat het product inhoudt. En vervolgens zou ik op die website zeg maar een soort van early bird inschrijvingsformulier maken, waarin mensen zich kunnen inschrijven als ze interesse hebben in het product en op de hoogte gehouden kunnen worden wanneer het product uitkomt. Dus dat je ze nog niet laat betalen. Want als je mensen toch laat betalen en vervolgens is er weinig interesse, dan moet je die mensen weer retourneren. En dat is eigenlijk weer slecht, denk ik, voor je brand en voor je eigen naam. Dus ik zou het lanceren met een soort van early bird formulier en kijken hoeveel interesse er daadwerkelijk is voor het product wat je op de markt wil brengen. Zo zou ik het doen. Bedankt voor je vraag, André. Gaan we door naar Erik.
Erik Suiker en die vraagt mij: hoe zet je jezelf ertoe om op te houden met erover na te denken, maar in plaats daarvan gewoon te beginnen? Als perfectionist wil ik graag alles tot in de puntjes voorbereiden, maar daardoor wordt het begin steeds uitgesteld. Nou, Erik, wat ik daarop kan antwoorden is: adem een keer diep in en denk gewoon bij jezelf. En nu gaat het hele spulletje gewoon online. Of de details nou goed zitten, ja of nee, dat maakt voor de rest geen ruk uit. Zelf heb ik natuurlijk mijn laatste artikel, heb ik iedereen een kijkje gegeven in een van mijn projecten, skatefiets.nl. Het is gewoon een project wat op mijn pad komt en waarvan ik denk van, hey, fuck, dat kan best wel eens een keer iets heel erg tof zijn. En gezien de reacties vinden een hoop mensen het ook echt wel een kick product. En moet je nou kijken wat er nu op skatefiets.nl staat. Deze video wordt natuurlijk geschoten op, weet ik veel, 22 of 23 februari. Dus misschien als je deze video op een later tijdstip kijkt, is de site al wel aardig online. Maar wat ik doe, is ik begin gewoon met dingen. En als dingen een succes worden, dan ga ik dat verbeteren. En als het geen succes wordt, dan moet je op een gegeven moment ook gewoon bij jezelf zoiets hebben van, nou, dan hak ik de knoop door en dan stop ik daarmee. Maar als jij constant blijft nadenken over van, dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren, zus moet nog gebeuren, dan komt het in principe nooit online. Want je moet wel weten, bij online ondernemen is het zo, het is nooit af. Dus als je het pas online wilt hebben als het af is, dan komt het dus in principe nooit online. Dus ik zou zeggen, neem even diep adem en hak gewoon die knoop door en zeg gewoon van, ik gooi het nu online en ik ga het daarna verbeteren. Oké, zo zou ik het in ieder geval doen. Dennis zegt over de vraag van Erik, zegt hij van, makkelijker gezegd dan gedaan, maar je moet het gewoon doen. Met een smiley face. En dat is in principe ook mijn antwoord. Dus Dennis, bedankt. Vervolgens de vraag van Stef. En Stef die vraagt mij: hey Mitch, misschien kun je vertellen over jouw backlinkstrategie. Wat zijn kwalitatieve backlinks en wat niet? En hoe pak jij dit aan? Nou, Stef, ik ben geen SEO-goeroe. Ik weet in principe helemaal niks van SEO. Ik weet niks van backlink-strategieën. Ik heb geen backlink-strategie. Het enige wat ik doe is, in MarketSamurai kijk ik naar die analyse-tool van die backlinks en kijk ik waar mijn collega's slash concurrenten hun backlinks vandaan halen. En ga ik proberen daar ook mijn backlinks vandaan te halen. Daarnaast schrijf ik hoogwaardige kwaliteit content. En hoogwaardige en kwaliteit is een beetje hetzelfde. Maar schrijf ik dus goede content voor mijn blogs. En het enige wat Google wil, is een zo goed mogelijk resultaat voor hun gebruiker. En jij moet er gewoon voor zorgen, als schrijver van die content, dat jouw content het beste is van alles wat er in de top 10 te vinden is. En dan zal Google het vanzelf jouw blog of jouw artikel aanmerken als autoriteit in jouw niche. En op die manier krijg je zelf ook weer backlinks van anderen op de natuurlijke manier. En dat is in principe mijn hele backlinkstrategie. Dus meer is het in principe niet. Dus, maar nogmaals, ik ben geen SEO-guru, maar dat is in ieder geval de strategie die ik hanteer. En tactieken werken niet. Tactieken zijn korte termijn dingen. Je moet gewoon een strategie hebben. Dus je moet gewoon echt kwalitatief goede content schrijven. En dat is het allerbelangrijkste. Wat mij betreft dan in ieder geval, hè. Er zijn mensen die er anders over denken. Dus dat is ook prima. Stefan den Tuinder die vraagt mij: Mitch, anders vertel je eens iets over je multishop van eiwitpoeder. Hoe je dat allemaal voor elkaar gebokst hebt. En waar je nu staat en jouw toekomstplannen. Waar wil je over 5 of 10 jaar zijn en waarom? Hoe heb ik het allemaal voor elkaar gebokst? Nou, eiwitpoeder draait op Magento. Open source programma waarin je heel erg makkelijk een multishop kunt aanmaken. Hoe ik het voor elkaar gebokst heb is, ik heb in het verleden al mijn webwinkels zelf gemaakt, maar ik heb nu een partij gevonden die mijn webwinkels in elkaar zet, omdat ik het zelf niet leuk vind om webwinkels te bouwen en alles wat ik niet leuk vind graag wil uitbesteden. Dus ik heb mijn sites laten bouwen. Waar ik nu sta, nou, ik sta nu, ik ben lekker bezig en ik heb een goed lopende webwinkel, ik heb een leuk blog, ik heb een leuke community.
En dat gaat allemaal goed. Maar wat mijn toekomstplannen zijn is, ik zou graag over een aantal jaar een van mijn projecten of meerdere van mijn projecten willen verkopen. En ik zou graag een beach house willen kopen ergens en lekker aan het strand willen leven. Ja, dat is eigenlijk een beetje waar ik over 5 of 10 jaar wil zijn. Dus in principe zou het nou al wel kunnen. Alleen ik heb nog niet het gevoel dat het echt kan. En ik zou graag tot mijn 30ste, ik ben nu 28, zou ik graag nog vol en goed en stevig willen doorwerken aan mijn projecten. En daar en aan van een aantal projecten echt een heel goed succes te maken. En dat vervolgens te willen verkopen. Of niet. Ja, we zien het vanzelf. We kijken wel hoe het allemaal loopt natuurlijk. Erik, tot slot, die vraagt mij, hey, ik vind het onderwerp van Stef wel een goeie. Even kijken, wat Stef was van de backlinkstrategie. Nou, dat vind ik eigenlijk niet echt een hele goeie. Er wordt vaak verteld wat kwalitatieve links zijn, hoe je ze kunt ontdekken en dat je ervoor moet zorgen dat jouw link op de betreffende sites terechtkomt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Mail je ze, betaal je ze, kortom, hoe krijg je jouw link op een kwalitatief hoge site? Een mogelijkheid is dan wel kwalitatieve artikelen schrijven, juist, daar ben ik voorstander van, waar bezoekers zelf via hun sites naar verwijzen, maar ik geloof dat dat voor webshops er vaak niet in zit. Nou ja, inderdaad, voor webshop is het wel iets moeilijker. Je stelt in principe 2 vragen, mail je ze? Ja, ik mail mensen natuurlijk gewoon via het contactformulier, om te kijken of dat er inderdaad ergens een opening is om een link te plaatsen. Betaal je ze? Ja, heel vaak kun je toch wel ook wat webmasters overtuigen om een link naar jouw site te plaatsen door middel van een kleine vergoeding. Is in principe ook geen probleem, denk ik, als die link maar over hetzelfde onderwerp gaat als waar de site over gaat. Dus je plaatst geen link op een gezondheidsblog als jouw site over financiën gaat. Dat zijn geen kwalitatieve links. Ze kunnen wel kwalitatieve links zijn qua waarde, maar niet qua onderwerp, zeg maar. Dus ik probeer wel altijd sites erbij te zoeken die over hetzelfde onderwerp gaan en waar de bezoeker van die site daadwerkelijk iets aan jouw link heeft. Dus ja, zo zou ik het doen. Je kunt ze inderdaad mailen, je kunt ze inderdaad betalen. En ja, voor webwinkels is het inderdaad gewoon wat moeilijker, maar er zijn best wel wat voorbeelden te bedenken over, of voorbeelden te noemen, zeg maar, van webwinkels die creatief met linkbuilding omgaan. Zo heeft Dave van E-Tail laatst nog een heel erg leuk artikel geschreven over linkbuilding voor een webwinkel. En die zal ik ook wel onderaan deze video zal ik die plaatsen. En dan zal je zien dat er best wel wat openingen zijn om creatief met linkbuilding om te gaan. Zelf, nogmaals, doe ik niet veel aan linkbuilding. Ik ben geen SEO-guru, daarvoor moet je echt bij andere mensen zijn. Dus dat maakt eigenlijk een einde aan deze Vraag het de Internet Miljonair episode 8. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En heb je zelf een vraag, ga dan naar facebook.com/internetmiljonair. En dan zie ik jouw vraag graag tegemoet en misschien beantwoord ik hem volgende keer dan wel middels een video. Ik zie je snel in de volgende video. Of het een Vraag het Internet Miljonair is, ja of nee, dat weet ik niet. Maar ik zie je snel weer. Groetjes, toi toi, hoi hoi.